Tijd voor een nieuwe promo. Het is dus blijkbaar headliners. Hoe het werkt, jullie weten het vast allemaal wel. Het zijn dynamische items, soort van een uh, one-to-watch van de winter. Iedere keer dat een van deze spelers een inform krijgt, dan gaat deze kaart ook weer één in algemeen omhoog. Dus stel, onze Rashford krijgt nog een informpied. Dan gaat deze 36 Rashford nog eentje omhoog dan wat hij nu al is. Zelfs voor Lozano en alle headliners die hier in deze lijst staan. Een paar ziek overbouwde kaarten. Ik wil heel graag... De nieuwe Lozano halen. Daarnaast lijkt me ook Ousmane Dembele een kaart die ik heel graag uh, wil toevoegen aan mijn elftal. Je ziet nu met mijn FIFA points aantal dat we dus ook weer pickies gaan openen. Want ik heb een belofte aan mezelf gemaakt. Dat ik eigenlijk iedere uh, special kaart wil pakken. Ik wil iedere promo kaart hebben. Tot nu toe is dat best goed gelukt. Behalve dan voor de uh, Team of the Years. Voor de rest ook het best goed vol. We gaan maar eens kijken. Zo'n 100k packs. Daarnaast de Couchplayers Premiums. Ik ga ze niet allemaal openen. Ik ga er denk ik 500k packs doen. En de rest uh, Goudspelers premiums. Dan ga ik de spelers die krijgen deze packs ook weer inwisselen in SPC's. Er zijn namelijk weer speciale promo SPC's die je dus kan vrijspelen. Dat ga ik ook doen nadat we uh, deze packjes geopend hebben. Op dit moment is de kans om een headliner te pakken 4.7%. Dat is best wel een mooi aantal eigenlijk. Want dat betekent dat ik er in theorie 20 moet moeten openen. En dan zou ik uh, eigenlijk wel een headliner moeten hebben volgens uh, deze kansberekening. We gaan eens dus zien of dat ook inderdaad het geval is. Tot nu toe heb ik best wel geluk gehad met FUD Future Stars en al die andere zaken. We gaan maar eens beginnen met het eerste 100k-pack. Hopelijk een walkout. Dan beginnen we namelijk heel goed. Vergeet niet alvast de video te liken als je hem leuk vindt. En dan gaan we maar eens beginnen met de walkout. Ja, hopelijk een headliner. Het eerste pack. Dat krijgen we niet? Wel een icon. We packen een icon. Yes, mijn eerste icon. Kom op, Vince of Luck. Dat is een shit icon. Maar het maakt me niks uit. Eerste pack. Een icon. Het is Baby Leadmanen. Fijn dat ik algemeen. Een van de slechtste icons die er bestaan, denk ik. Maar het is wel even een icon die we packen. Fijn dat ik algemeen. Mijn eerste icon eigenlijk sinds FIFA 18. We packen Jari Leadmanen. Yes! Dit is echt niet normaal. Gewoon een icon gepakt Jari Leadmanen. Ik ben benieuwd hoeveel die waard is. Maar ik kan de coins altijd goed gebruiken. Hij gaat voor 430k. Ik ga hem niet gebruiken voor een specifieke icon SBC. Want ik heb alle goede icon SBC's eigenlijk al gedaan. We leveren hem in voor 428k. Dat is mooi meegenomen. We hebben daarnaast ook Diego Costa. Company, Gona's en Mandanda. Ziek. Dit, dit pack is, denk ik, 500k water. Zo, mijn eerste icon nogmaals. Die ik heb gepakt En dan is dat al uit het eerste pack. Die we uh, mogelijk kunnen openen. Echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Gewoon een icon gepackt. En dan vind ik het wel zonde dat het dan net uh, jarenliefd is. Maar je mag op dit moment echt niet klagen. En dat was pas de eerste. Nu door naar de volgende. Hopelijk zet dit geluk zich voor. En dat we dus ook weer goede headliners en zo pakken. Tweede zo meteen op Walcott. Kom op. Wat wordt het dan? We krijgen dit keer een normale kaart. Nee, je vierde de klus in vorm trouwens. Walcott Benzema. We pakken ook Walcott Benzema. Yes! We pakken twee zieke spelers uit elkaar. 86 algemeen Benzema. Ja, Walcott Benzema. We kennen de meme ondertussen al. In FIFA 17 daarvoor een icon. Dit is echt niet normaal. Dit packelijk heb ik al. Heb ik zelden gehad? De pack opening kan hiermee al niet meer stuk. Nu we dus Benzema ook hebben gepakt, die vast zal van 30 of 40k gaat. Op dit tempo krijg ik ziek veel coins mee, dus Lozano wel kan kopen. Jullie weten dus dat ik hem graag wil hebben. Maar als zijn 84 of 85, dat ik algemeen een is echt wel goed. Dus ik kan niet wachten om deze 86 ook toe te, gaan toe te voegen aan mijn elftal. Twee absurd goede packs dus al. Eén icon. Eén keer Walkout Benzema pekje nummer 3. Worden. Drie walkers uit elkaar dat elkaar zou ziek zijn. En gaan er niet van uit. Dit keer is inderdaad even opgehouden met het geluk. We moeten eventjes op adem komen. Want we hebben dus twee enorm zieke packs gehad. Dit keer krijgen we Socrates op Manolas. We krijgen Socrates alsnog prima 34 graden. Dat kan ik goed verkopen. Dat zal vast wel voor een mooi prijsje gaan. Dus dit is ook weer lekker. De rest van het pack is wel best drama. Maar Socrates is dus mooi meegenomen. Ze hebben de 300k-packs gehad. Gaan we ook heel eventjes door met de rest nog, nog vier te gaan. En ik ga er denk ik drie van openen. Toch. Eentje extra nog. En dan de 350 punten-packjes. Hopelijk zit daar nog iets goeds. We packen nu twee keer geen walkout. Maar het maakt me niet meer uit. We kunnen nu eigenlijk niks meer packen. Wat ik nog wilde vragen. Fut, headliner zou dan mooi zijn. Maar het zou mij echt oprecht niks uitmaken. Daar drie dat ik algemeen. Ja, prima. We gaan maar snel door. Daar dus voor de rest Pavlenka, Trippier en Giovinco. Dus eigenlijk voor een groot deel nogal trash. We gaan de rest eventjes discard Dat we al dubbel hebben. Nog 200 K-Packs te gaan. Dan nog een paar 350-punten-packies. En dan gaan we door met het openen van de laatste SBC. is een walkout weer. Kom op, die moet een headliner zijn. We krijgen geen headliner. Wel een normale 36 plus rated Wat wordt het dan? Belgische vlag, is het Hazard? Nee, we kijken Oeh, ik wil even zeggen, we krijgen de bruine. Maar dat klopt niet. Dus is alsnog lekker. Zeemt dat ik algemeen. Heb ik eigenlijk nog nooit gepakt deze FIFA. Die zal vast wel 20, 30k zo waard zijn. Die kunnen we ook weer mooi qua waarde toevoegen. Ik schrok er even van. Ik dacht voor een seconde dat we uh, de bruine hadden gepakt. Maar de bruine is natuurlijk een aanvallend mid. En daarom kan je die uh, op dit punt niet packen als je een sender forward krijgt. Maar Mechtes ook heel erg mooi. Hebben we dus zieke 100 k packs gehad. En dan gaan we nu maar eens door met het laatste 100kpack. Voordat we dan doorgaan naar de goudspelers premiums. Hierin zit geen wildcard, dus het blijft een beetje uit qua headliners. Maar wel een icon, dat staat denk ik nog wel eventjes boven de headliners. Hier krijgen we een Argentijn, een Cam. Dat wordt dan een Banega. Helemaal prima, 33 En we gaan door naar de Goudspelers Premium Packs. Mijn pack-luck is dus zoals altijd weer echt on point. Zoals jullie weten, pack ik heel vaak wel zieke kaarten. Maar dit slaat toch wel echt alles. Ik moet dan alleen de headliner hebben, dan is de collectie eigenlijk compleet. Ik was bang dat ik dit jaar geen icon zou packen. Zien ik al zoveel packs had geopend. Maar je ziet het daar. Jari Liedmanen, hij is gewoon aanwezig in de club en hij, gaat, hij is dus nu uh, aan het verkopen. Gerard Kepa, de rest is drama. Maar we kunnen de uh, non-shinies altijd goed gebruiken voor SBC's. Daarnaast kunnen we ook nog genoeg goudspelers premium packs openen wanneer we uh, de laatste SBC's doen. Dus er zijn op dit moment volgens mij drie promo SBC's die we kunnen unlocken. Eentje voor goudspelers premium pack. En twee voor zeldzame spelers van verschillende posities, geloof ik. Maar de rest is op dat gebied puur drama. Wel twaalf nieuwe spelers die we kunnen toevoegen. We gaan gewoon het 100k pack nou doen. Laatste 100k pack. En dan hebben ze allemaal gehad. Alle jumbo zeldzame spelers packs zijn nog geopend. Zeven stuks. Allemaal ziek duur. Uit de laatste kan in ieder geval Walcott. Kom op, laat een headliner zijn. Dat zou ziek zijn. Het is geen headliner. We krijgen in plaats daarvan dus weer een 60 plus rated. We krijgen Caelan Navas. Toch ik algemeen. Ook een prima doelman. Dus we hebben Navas gepakt. Mertens. Jari Lietmanen. Walcott Benzema. ik algemeen in vorm. Ja, dit, dit is eigenlijk wel echt heel erg ziek. Ook Otamendi en Lopez. Dus ook dit pack is weer echt heel erg top. De Rossi nog van 33 graden. De rest 32 rated gaan we lekker naar de club sturen. Want we kunnen alle zeldzame spelers op dit moment goed gebruiken. Dan hebben we nog ruimte voor een paar 350-punten packs. En dan kunnen we wanneer de FIFA points op zijn. nog eventjes de laatste uh, SBC's gaan voltooien. Dan zijn we weer klaar met de video, jongens. Dan hebben we hebben de pack opening weer gehad. En dan kunnen we terugkijken op een zeer positieve. En dan maakt het niet eens uit of we hier geen 33 plus rated krijgen. Maar in plaats daarvan. 31 rated Vitolo krijgen. Want ja, we hebben Icon. Nog twee kansen over. Dit is de één na laatste van de Goudspelers Premiums. Dan zijn we door de FIFA Points heen. En uh, ja, de Goudspelers Premiums zijn vergeleken met de 100 KPX. Echt puur drama. Ook dit is weer echt heel erg slecht. Je krijgt continu niet eens boordekaarten. Uh, want hier is als allerbeste kaart Pavon van 80 rated, Ramsinger van 82. Maar goed, hier heb je gewoon echt helemaal niks aan. Door naar de laatste. Dan hebben we de 12 punten over. Die we kunnen gebruiken voor goudspelers. Voor een premium pack. Zeg maar een premium gold, uh, gold packie. Maar dat was het eigenlijk. En ook hierin zit als laatste geen goede speler. Dus het ziet er naar nou uit dat we geen headliner gaan packen. Wat zonde is. Misschien dat we het nog lukt op een later stadium. Als we weer de weekly League -watch krijgen. Want dit is Bartra. En Bartra hebben we niks aan. We gaan het even naar de club sturen. Dan ook de laatste FIFA points eventjes opmaken. Liedman is in de tussentijd nog niet verkocht. Niet dat ik de coins op dit moment al moet gebruiken, want ja, we kunnen altijd nog die upgrades gaan doen. In dit premium pack zit helemaal niks. We gaan door naar het openen van de specifieke SBC's en kijken of die promos ons goede packs gaan geven. Ik wil ziek graag Annotavis vrij gaan spelen, dus dat ga ik denk ik ook doen. En dan ga ik hem testen in een video om te laten zien of hij de moeite waard is. Met Liendemane en al mijn andere walkers hebben ik nu toch weer 500, 600k erbij. Waarmee ik goed kan testen of Annotavis de moeite waard is, want hij kost volgens mij... Met iets van 150k soms om te voltooien. Je hebt alles wat je nodig je hebt. Passing, kracht, shooting, pace. Dus allemaal dik prima. Maar we gaan even deze SBC's doen. Eerste fut 19. Headliners uitdaging. Spelerskeuze, upgrade. En gemengde spelers, verhandelbaar. Oké, okay, nou we krijgen meteen deze optie. Eén uh, van vier zeldzame spelers. Hopelijk zit het hier in de goede. Ik krijg zelden geluk in deze player picks. Tenzij het in Fonpix zijn. We krijgen namelijk als allerbeste dan Ja, dat is puur drama. Ik hoop dat jullie wel wat beter geluk hebben gekregen. Laat me weten wat jullie hebben gekregen uit deze. Een player pick. Ik vind het toch wel leuke packjes. Ik vind het heel top dat IE dit gedaan heeft. En hij, heeft, en hij is zelfs uh, te herhalen. Dat vind ik wel leuk, dus dat kan ik wel een keertje doen. Eerst deze nog. Gemengde spelers verhandelbaar. En dan gaan we vanaf dadelijk even het Gouden Spelers Premium Packje openen. Dan zijn we klaar voor de video. Eerst deze nog. Een bronzen speler, een zilveren speler en een, een gouden zeldzame. Nou, padsboom inleveren. Gemengde spelers. Helemaal prima. Kunnen we moeilijk rauwig om doen. Laat me weten wat jullie dus aan deze PC's hebben gekregen. We gaan even de laatste twee openen. En dan zijn we weer klaar voor deze video. En kan ik me voorbereiden op het unlokken van Marco Annodefiets. Kan ik die meteen testen in de weekend league? Kijken of hij de moeite waard is. Eerst eventjes deze gemengde spelers. Er valt één speler brons, zilver of goud. Altijd zeldzaam. Ik weet niet of deze veel beter is dan de gemengde spelers die we net moesten openen. Maar ja, ik ga er niet vanuit dat we zieken krijgen. We krijgen in ieder geval wel een gouden. Dat scheelt dan wel. Maar ja, dit is niet om over naar huis te schrijven. Dus ik denk niet dat deze SBC heel erg goed is. En dan tot slot het laatste, nog het laatste spelers, Premium pack voor het unlocken van deze promo SBC. Zit hier nog een walkout? Nee, we krijgen niet een walkout om eventjes de lust van deze 36 plus reeters te stillen. We krijgen in plaats daarvan ook weer een low rated kaart. Wel een Nederlander dat scheelt. We krijgen Wijnaldum. En ja, we kunnen toch terugkijken op een positieve pack opening. Terugkijkend kan ik dus alles behalve klagen over wat ik gekregen heb. Liedmaan moet ik even kopen. Daarnaast hebben we nog Benzema, Mechts, Navas, Otamendi en hier nog allemaal 85 en 84 rateds. Ik ga ze allemaal verkopen. Kijk waarop ik uitkom. Ik denk dat ik dan wel uitkom op 5 tot 600k. En dat is echt prima, want daarmee kan ik dus en Lozano kopen en of iets vrij spelen. En dan kan ik lekker door met het uh, unlocken van andere specie's. dat jullie weten, of ze moeite waard zijn of niet, of je ze zelf moet kopen of dat je er uh, vanaf moet blijven, ondanks dat ze er heel aanlokkelijk uitzien. Hiermee zijn we ook aangekomen bij het einde van de video. Ik wil ik jullie graag bedanken voor het kijken. Jullie hebben dus nu in deze video mijn eerste icon unlock gezien van FIFA 19. Losstaand van het Capture event. Waar ik toen wel had geopend. Maar goed, daar had ik niks aan. Zie ik dus heel blij mee. Vergeet niet om de video te liken. En ook te abonneren als je het niet gedaan hebt. Je kan linksboven mijn meest recente video zien. Rechtsonder een random video die je misschien niet gezien hebt. In de middende abonneer nog als je het nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. Later.